De Dag van de Leraar is dit jaar op 3 oktober. Voor 2 leraren van het ROC Nijmegen is dat wel een hele bijzondere dag. Dan wordt namelijk de prijs voor docent van het jaar uitgereikt. Loes en Eline van het ROC zijn genomineerd voor deze prijs. 2 docenten van het ROC in Nijmegen zijn genomineerd voor de docent van het jaarprijs. Loes, die docent Spaans is, en Eline, die werkt als docent horeca, zijn genomineerd. Alleen door wie is vooral voor Eline nog een vraag. Ja, het is super vet, hele vette verrassing. En vooral omdat het gewoon echt een hele, hele mooie waardering is voor het werk wat je doet. Ja, het is echt een super eer. Ik voel me echt trots dat ik dit mag beleven als docent. Ik weet dat tot op de dag van vandaag nog steeds niet. Ik hoop er wel achter te komen. Maar het is, je moet iets insturen, een brief, om je docent te nomineren. En ik gok dat dat bij mij wel door studenten is gekomen. Maar ik weet nog steeds niet wie. Jazeker, het zijn leerlingen die nu al een diploma hebben behaald. En die hebben mij vorig jaar genomineerd. Na de inzending moesten de 2 dames nog een flink aantal rondes doorstaan om uiteindelijk in de top 3 te komen. Ik werd overvallen toen ik bij de laatste 10 zat. Dat was net voor de vakantie in juni. Daarna moesten we, toen je bij de laatste 10 zat, moesten we een aantal dingen doen. Een filmpje maken, een brief van een ouder van een student, cv inleveren en dat soort dingetjes. Het teammanager heeft wat over me verteld en dat moesten we insturen. En dat heeft uiteindelijk geleid dat ik ook door de jury bij de top 3 terecht kwam. Voor deze prijs moet je niet een docent zijn zoals alle anderen, maar jezelf onderscheiden daarvan. De docenten hebben wel een idee hoe ze dat doen. Wat onderscheidt mij van een andere docent? Dat is een lastige vraag. Ik zou zeggen dat ik echt kijk naar de leerling en echt heel veel geduld heb met deze leerling. En als de leerling behoefte heeft aan extra uitleg, geef ik hem heel veel uitleg. Ja, totdat hij of zij klaar is voor het examen. Maar ik denk dat de student mij genomineerd heeft omdat ik echt wel aansluiting vind bij hun belevingswereld, betrokken ben, heel veel interesse heb in het individu. En dat maakt mij denk ik uiteindelijk een goede docent. Als er op 3 oktober gewonnen wordt, dan gaat er in ieder geval samen flink gefeest worden. Ja, heel bijzonder. Want ROC, 1 school binnen heel Nederland en dan 2 genomineerden, is natuurlijk echt heel bijzonder voor het ROC. En daarnaast maken we er samen ook echt een feestje van om overal natuurlijk toe te gaan waar we worden gevraagd. Dus het is alleen maar heel leuk.